Dit voelt als thuiskomen. Ik bedoel, je ziet je maten weer. En ja, dat heb je toch meer dan een jaar gemist. Dus ja, dat is wel heel mooi om weer in de hal te zijn. Tijdens alle thuiswedstrijden van de handballers van ENO staat de vloerploeg van Joop Vonk al jaren paraat. Dat betekent dat we de doelen neerzetten. We zetten de reclameborden neer, we schuiven de tribunes uit. De spotlights doe ik en dan de wedstrijd helemaal in zijn geheel opnemen. Dat doe je gewoon met passie en met liefde voor de vereniging. Gewoon, daar heb je alles gewoon voor over, zet je alles opzij. Zelfs verjaardagen gaan aan de kant, dus eerst handballen en dan zien we weer verder. Het is gewoon één grote familie en dat maakt het gewoon gezellig. Het is, voor mij is het mijn wekelijkse avondje uit, wat ik op dit moment veel te lang gemist heb. Het mag duidelijk zijn, alleen maar liefhebbers van ENO en de handbalsport. Al was Peter, verrassend genoeg, niet meteen overtuigd. Ik vond er eerst helemaal niks anders dan handbal. Toen ben ik een keertje met mijn vader wezen kijken, bij de dameswedstrijd. Dat is nu al 28 jaar geleden. En toen was ik eraan verknocht. Toen zat ik er elke week. En toen ben ik een keertje mee gevraagd of ik mee met de uitwedstrijd wou. En zo is het eigenlijk gegroeid. Eerst met de dames en toen kwamen de heren erbij. En nou ja, ik doe het nog steeds met heel veel plezier. De sfeer in de club is gewoon heel erg goed. Zelfs wanneer rivaal Hurriup uit Zwarte Meer tijdens een Europese wedstrijd uitwijkt naar de hal van ENO, helpen Marcel en Co. met op- en afbouwen. Uiteraard in hun groene polo. En ook hun helpen hier gewoon uiteraard hier in alle tevredenheid. Hopen wij dat ze hier ook een ding kunnen doen, zeg maar. Tegenover een kistje bier en dat soort dingetjes. Dan valt het een beetje te praten, zeg maar. En een postje bitterbal uiteraard. Maar nee, ja, hoor, als wij de noten zijn met protosfering, maakt niet uit. Elk evenement dat hier in de sport al gedaan wordt, zijn wij eigenlijk in principe altijd wel beschikbaar. We horen een beetje bij deze sport al gewoon thuis. Dit is onze thuis. En dat is belangrijk. Door het coronavirus moeten ze het fijne gevoel op de wedstrijddag al maanden missen. Nou, de gang hierheen. Het is heel prettig om hier weer te zijn, maar je mist de rest nog. Het drukt om je heen, het alles weer opbouwen, het weer tot leven komen hier in de sporthal. Het bedrijvigheid. De contact met de andere leden van de accommodatiecommissie, maar ook leden, publiek. Ja, spelers natuurlijk. Heb je het gevoel dat ze het kunnen waarderen wat jullie doen? Ik denk het wel, ja. Ja, maar dat laten ze ook wel af en toe blijken, hoor. We hebben laatst een kalender gehad voor in het hok waar wij altijd zitten. Het wordt gewoon hoog tijd dat we eigenlijk weer het nieuwe seizoen weer gewoon gaan beginnen. En als dat eenmaal weer mogelijk is, nou, dan ben ik wel een blij mens, hoor.